Goedemorgen allemaal bij de Pilatesles. En gaan we vandaag lekker starten met de warming up. Dan mag je lekker eventjes zo gaan lopen. Even de voeten losmasseren. Kijk of je de voeten minder stijf kunt maken. Oké, mag je de rechte voet even goed losdraaien. Dan mag je op je eigen manier doen, als maar de tenen een beetje loskomen. Dus minder stijf zijn. Ja, dus dat kun je op je eigen manier doen. Dan nemen we iets met de heup mee. Dan mag je lekker losdraaien, de benen optillen. En dan gaan we met dit been zwaaien. Voor, achter, voor, achter. Het heeft een beetje stabiliteit nodig. Maar dat is niet erg. Lekker door blijven bewegen. Ja. Oké, wissel van kant. Die stijve tenen even wat meer aandacht geven. Meer ruimte. En iets meer de heup meenemen. En de hele been. Ook hier gaan we zwaaien voor en achter. Laatste twee. Oké, dus goed los. Heupen van rechts naar links. Kijk of je de buikspieren iets meer kunt meenemen, aanspannen. En de heup iets meer naar voren kunt duwen. Oké, rondjes. Naar achteren, naar voren. Kijk of je met het bekken kunt gaan bewegen. Stuitjes sturen naar voren en naar achteren. Andere kant. Goed, oké, we gaan zitten. En weer omhoog. Adem in. Adem uit. Plaatje weer naar achteren. En uit. En weer in. En we nemen de armen mee. We verlengen de rug. Adem in. Adem uit. Lengte vanuit je stuitje tot aan je vingers. In. En uit. En in. En uit. Oké, schouders. Adem in. Adem uit. Wissel. Adem in. Adem uit. Zo de schouderblad bewegen we richting de wervelkolom. Voel de spieren daartussen. Kijk of je deze kunt aanspreken. En ontspan. Schouderbladen uit elkaar. Maak je rug bol. Adem in. Maak hem hol. Adem uit. Bolle rug. Adem in. Schouderbladen naar elkaar toe. Adem uit. Adem in. En uit. En in. En uit. En ontspan. Adem omhoog, adem in, adem uit. Laatste. Zijwaarts uitdraaien.
Duimen wijzen omhoog, schouders laag. Kijk of je echt eventjes helemaal door kunt draaien. En schud alles even lekker los. Zo, mag je komen zitten. Zo, de voeten plaatsen we op de mat. Vanuit hier komen de armen naar voren. Dan mag je je rug bol maken. Stuitje komt tussen de benen. Maak je een scheppende beweging in de buik richting je rug. Kom een klein stukje naar achteren. Hou vast. Rustig terug. Nog een keer. Rustig terug. Zo, het is de bedoeling dat de onderrug een beetje bol wordt. Ja, dus dat is wat je probeert te doen. De stuitje komt weer tussen de benen. En dan mag je je bekken kantelen. De buik helemaal naar achteren richting je rug duwen. Oké, kom weer zitten, strek je benen. We doen precies hetzelfde, maar dan met gestrekte benen. Ja, de benen mogen nu iets verder uit elkaar, zodat je meer ruimte hebt om het bekken te kantelen. Zo, scheppende beweging in de buik richting je rug. Maak je rug bol onderin. En kom rustig naar achteren. Hou vast. Rustig omhoog, verleng, maak lang. Nog een keertje bol vanuit het bekken. En omhoog, verleng. Herhaal. En zitten. Strek door. Nog een keer, laatste. Kom omhoog. Oké. Zo, we proberen de zitbotjes iets meer op te tillen. Vanuit hier mag je je rug helemaal lang maken. Zo, het is de bedoeling dat we de buikspieren ook hier goed aanspannen. En we blijven de rug verlengen. Hou vast. Wordt dat te veel voor je schouders? Leg je handen op je bovenbenen. Ontspan en laat los. Zo, we gaan iets meer veren. Adem in en vanuit daar lengte naar voren. Adem uit. In en uit. In en uit. Laatste. Ontspan. Kom liggen op je rug. Benen mag je buigen. En we gaan vanuit hier richting de brug. Dus je mag heel rustig je bekken weer gaan kantelen. En je mag je stuitje tussen de benen plaatsen.
De voeten zijn goed uit elkaar. Buikspieren naar binnen. En de wijfeltjes één voor één optillen. Kijk hoeveel hoogte je kunt creëren. Duw stevig de voeten in de mat. De hele achterkant van het lichaam zetten we in. De bilspieren, hamstrings, de kuiten en de rug. Buik in. Adem door. Zorg ervoor dat je hoofd nog heen en weer kan bewegen. Dat je niet benauwd raakt. Langzaam kom je weer omlaag. Werveltje voor werveltje. Ontspan. Zo, je mag je billen weer optillen. De voeten mogen deze keer iets dichter bij elkaar. Zorg ervoor dat je ongeveer een duim of een vuist onder je billen hebt. Dus ruimte. Til de billen omhoog. Je mag je bekkenbodem opzoeken. Deze mag je aanspannen. De buikspieren. Vanuit hier knijpen we de billen. We plaatsen langzaam de knieën opzij. Dus je mag je voeten uitdraaien. En als je de knieën opzij duwt, mag je de billen nog een klein stukje hoger proberen op te tillen vanuit de billen. Dus je knijpt nog iets harder. Hou vast. Adem door en stabiliseer. Eventueel, als je wilt, mag je je armen optillen richting het plafond. Dus we leunen aan de buitenkant van de voeten. Langzaam terug. Knieën terug. Adem in. Adem uit. Knieën weer naar buiten. Adem in. Kom weer terug. Adem uit. Knieën weer naar buiten. Zo vaak. We knijpen stevig in de billen. We gaan niet te hoog. Zorg ervoor dat je goed uitademt en dat je goed stabiliseert. Adem uit, duw de knieën weer naar buiten. En de billen omhoog. Wordt het te zwaar, dan mogen de handen gewoon op de mat. En de billen desnoods even ietsjes lager. Adem door. We proberen vooral één positie te kiezen. Dus probeer niet met de billen op en neer te bewegen, maar hou het stevig vast op één hoogte. En het liefst zo hoog mogelijk als dat lukt. En deze hoogte probeer je te behouden, ook als je met de knieën heen en weer gaat bewegen. Dus dat is vooral je focus. Dus het bekken omhoog tillen, vanuit de billen, buikspieren aanspannen voor de stabiliteit. We doen er nog vier. Als je vier hebt gehad, knieën naast elkaar en dan leg je de billen weer neer. Eventueel de knieën richting je borst. Goed, we strekken de benen richting het plafond. Armen omhoog achter je hoofd.
onder je hoofd of naast je lichaam. Zo strek de benen weg. Plaats ze iets uit elkaar, ongeveer heupbreedte. We gaan door met de binnenkant van de bovenbenen. Je mag je voeten flexen. Bij het inademen brengen we de benen naar buiten, opzij. Bij het uitademen point je de voeten en breng je ze weer terug. Flex, adem in. Point, adem uit. Flex, adem in. Point, adem uit. Ga door. Buikspieren goed aanspannen. De rug is in een natuurlijke houding en de rug is ook volledig doorgestrekt, inclusief de nek. Kin in je keel. Kijk omhoog. Laatste twee. En buig je benen. Ontspan. Schud ze even lekker los. We gaan weer door met de achterkant. Opnieuw terug naar de brug. Voeten zijn weer niet te ver van elkaar af. Ongeveer een vuist onder je billen. Eventueel als je wil armen omhoog richting plafond. Knijp je billen zo hard als je kan. Adem uit. Kom met de knieën opzij. Adem in. Kom weer terug. Adem uit. Adem in. Dus rol je voeten weer mee naar buiten. Dus de binnenkant van de voeten die komt in de lucht. Zorg ervoor dat je weer probeert één hoogte te behouden. Hoe harder je billen knijpt, hoe beter. Handen mogen eventueel gewoon naast je lichaam. Als dat niet gaat. En de laatste vijf. En als je vijf hebt gedaan, dan leg je je billen weer neer. Strek je de benen weer richting het plafond. Handen eventueel weer achter je hoofd of naast je lichaam. Flex je voeten. Trek je buik in. Verleng je rug. Spanning op de bovenbenen. Adem in. Point. Adem uit. Flex. Adem in. Point. Adem uit. Flex. Adem in. Point. Adem uit. We gaan niet in de rug hangen, hè? Het is niet de bedoeling dat je hem daar gaat voelen. Dus zorg ervoor dat je goed je buikspieren aanspant. Desnoods moet je de knieën buigen. Ja, dus optie, buigen en dan blijf je met de voeten bewegen. Ja, dus flex opzij, point naar binnen. Flex opzij. Point naar binnen. Eventueel, als dat nog niet helpt, moeten de handen onder de billen voor ondersteuning. Maar probeer eerst altijd je buikspieren goed aan te spannen. Kijk of dat dan vanuit daar lukt. Laatste twee. Ontspan. Schud de benen los. Laatste set. Achterkant weer. Voeten weer dichter bij elkaar. Armen eventueel de lucht in. En we knijpen weer heel goed de billen. Je mag je bekken zelfs een beetje kantelen. Dus de stuitje tussen de benen platen. Buikspieren naar binnen, bekkenbodem naar binnen. En adem uit, kom opzij. Adem in, kom naar binnen.
Adem uit. Adem in. Probeer weer één hoogte te behouden. Ben je al moe, dan ga je met de billen iets lager. Zorg ervoor dat je geen holle rug trekt. Dat je niet gaat hangen. De billen zijn goed aangespannen. Bekken gekanteld. Stuitje tussen de benen. Buikspieren aanspannen. Laatste vijf. En we leggen de billen weer neer. Benen komen de laatste keer omhoog. We flexen weer de voeten, buikspieren weer flink aanspannen. Vanuit hier gaan we weer opzij naar buiten. Adem in. Point, adem uit. Flex. In. Point, adem uit. Flex. Zorg ervoor dat je je buikspieren weer goed aanspant. Lange rug. Niet erin gaan hangen. Buig je benen eventueel als je het lichter wil maken. Nog vijf. Vier. Drie. En de laatste. Ontspan. Zo, we gaan vanuit hier richting de rugspieren. Je mag omdraaien. Op je buik komen liggen. Ellebogen mag je in de zij plaatsen. En we kijken omlaag. Handpalmen zijn ergens naast je gezicht. Die richten richting de mat. Spreid je vingers. Benen zijn wat wijder uit elkaar. Niet te wijd, maar wel gewoon om ruimte te creëren in je bekken. Zo, je mag je bekkenbodem opzoeken. En deze mag je aanspannen. Alleen het bekkenbodem. Verder proberen we alles los te laten. Dus de billen zijn los, de buik is los. Adem rustig door. Goed, dan mag je vanuit hier je dwarse buikspieren aanspannen. Dat zijn de onderste buikspieren, onder de navel aan de rechter en de linkerzijde. Trek ze naar binnen. Duw stevig de heupbotten tegen de mat en knijp je billen. We maken een halve boog vanuit je stuit tot aan de kruin. Dus maak je rug lang, diagonaal omhoog, verlengen. We ademen in, we strekken de armen door naar voren. En we ademen uit, de armen komen weer rustig terug. Nog een keer adem in. Adem uit, kom weer rustig terug. Het is de bedoeling dat je gaat ademen richting de flanken. Dus richting de borstkast, ribbenkast. Dat je borst opent. Je kan altijd minder hoogte pakken. Hè? Als dat niet mogelijk is voor je rug. Je kan ook altijd je handen op de mat blijven houden. Wat je dan doet, je ademt in, je komt omhoog, je maakt daar lengte. En je ademt uit, je komt met de borstkas weer omlaag. Ja, dat is dus een aanpassing als dat niet lukt om je armen op te tillen. Dus vooral de middenrug blijven inzetten. We openen de borst, we ademen diep richting de borstbeen. En adem uit, kom je weer omlaag.
Zorg ervoor dat je constant je buikspieren, bekkenbodem en de billen inzet. Er is geen pauze daar. Dus je mag het ietsjes loslaten, maar niet helemaal. Laatste twee maal. En ontspan. Handen op elkaar, voorhoofd op je handen. Wiebelen even met de billen heen en weer. Ademen richting je rug. Goed. Wij plaatsen de handen naast de mat met de handspannen omlaag. Zorg ervoor dat je schouders ruimte hebben. Dus ga niet te krap langs je lichaam zitten. Maar breng de armen iets meer opzij. Dus niet helemaal opzij, maar wel iets meer opzij. Zodat je echt ruimte voelt in je schouders en je schouderbladen. Maar vanuit hier kom je helemaal omlaag met de neus tegen de mat. En dan mag je alles heel langzaam aanspannen. Dan mag je weer diepe inademing richting je borst creëren. Lengte, hou even vast. Adem rustig door. Dus uit en kom omlaag. Nog een keer, bekkenbodem, buik, billen aanspannen. Lengte in de rug creëren. Adem in richting je borst, kom omhoog. Hou vast. Adem uit en kom weer rustig omlaag. Helemaal leeg uitademen. Diepe inademing, weer alles lekker op aanspannen. Inademen, weer rustig los. Adem weer diep in. Knijp je billen, duw die heupen tegen de mat, til de buik omhoog richting plafond. Bekkenbodem. Adem uit, kom weer rustig omlaag. De schouders zijn weg bij de oren. Nou, dus we strekken de armen volledig weg van ons af. Spreid je vingers. Ontspan doen we nog 4 maal. Je kan altijd je eigen hoogte opzoeken. Ja, dus het is niet de bedoeling dat je de klacht van je rug gaat voelen. Altijd net ervoor stoppen. Zoals ik al zei, hè, als de maximale hoogte echt een pijnklacht wordt, moet je er net iets onder zitten waar het dus niet pijn doet. Het is de bedoeling dat we echt de rugspieren gaan voelen hoor. Dus zorg ervoor dat je echt de spieren voelt, vooral in de middenrug en de bovenrug hopelijk. Als je goed de schouderbladen een beetje tegenaan aan elkaar houdt. Dus als je de borst goed opent, dan zet je de schouderbladen iets in. Laatste maal. Child's pose. Doe je billen naar achteren. Maak je rug lang. En kom maar weer liggen. We proberen dezelfde positie. Handen weer naast de mat. Ruimte voor je schouders creëren. Benen zijn wat wijder uit elkaar. Zo, we blijven deze keer met het bovenlichaam ietsjes lager. Het bovenlichaam gaan we deze keer niet meer bewegen. Je mag wel je bekkenbodem en je buikspieren weer aanspannen. Knijp je billen. Bij het uitademen kom je met de benen omhoog. Je strekt ze uit. Je maakt lengte, je creëert kracht. En je ademt in, je komt weer rustig omlaag. Zorg ervoor dat je dus niet in een holle houding gaat, maar dat je echt verlengt. Dat je kracht creëert. Adem uit, creëer kracht in de benen. Lengte. Adem in, kom weer omlaag.
Dus blijf in die lengte werken. Ook het lichaam verlengen. Dus we proberen niet te veel in de rug te werken. Je tilt een wel klein stukje omhoog, want het helpt je om wat meer ruimte te creëren. Maar je gaat er niet te veel hard in werken. Ja? Vooral weer de schouders weg bij de oren houden. En vooral focussen op het creëren van kracht in je benen en je billen. Dus elke keer als je uitademt, kom je omhoog. En blijf je buik checken, hè? Het is belangrijk om je rug te ondersteunen. Dus bij de uitademing kun je met je gedachten richting je buik. En kijk en voel hoe die buik naar binnen trekt. Laatste twee. En ontspannen. Zo, we gaan even lekker rollen. Omdraaien, lekker rollen. Al die spieren even losmasseren. En dan mag je lekker blijven liggen. Zo, even een rustige oefening tussendoor. Kom lekker liggen. Plaats je armen langs je lichaam met de handpalmen omhoog en de handen buiten de mat. We buigen de knieën. Je mag je ogen sluiten. Je mag vanuit hier je bekkenbodem opzoeken. Dat zijn de spieren waar wij met plas ophouden. En deze mag je aanspannen. En eventjes vasthouden. Blijf rustig doorademen. Laat weer los. Het is dus niet de bedoeling dat het bekken gaat bewegen. Dat je buikspieren in gaat zetten, dat je rug gaat bewegen, dat je de billen gaat knijpen en dat soort dingen. Ja? Er zijn echt spieren die zich bevinden achter de schaambod, onder de buikspieren nog. Het zijn hele kleine subtiele spiertjes in elkaar gevouwen. Dus de beweging is echt van binnen. Ja? Dus we proberen echt vooral alleen het bekkenbodem aan te spannen. Dus goed focussen dat je niet alle andere spieren aan gaat spannen. Dat je gewrichten gaat bewegen. Nou, echt volledig de blik naar binnen keren. En echt richting de bodem van je bekken gaan. En laat weer los. Opnieuw weer aanspannen. Dat proberen we ongeveer voor 8 tot 10 tellen. En daarna mag je het voor 4 tellen loslaten. Laatste maal. En laat weer los. Zo, we gaan precies hetzelfde doen, alleen nu in een andere positie. Je mag je benen in een hoekje van 90 graden plaatsen. De
De heupen zijn net zo, of de knieën zijn net zo breed als de heupen. Oké, ogen dicht. Nu moet je je buikspieren aanspannen, anders kun je de benen niet optillen. Dat voel je waarschijnlijk ook gebeuren. Is ook helemaal prima. Maak je rug lang. De buikspieren zijn dus aangespannen. We gaan volledig met de gedachten richting het bekkenbodem. Dus opnieuw proberen het bekkenbodem ergens op te zoeken, ergens onder de buikspieren. Hou hem weer vast. En laat daarna weer los. De buikspieren blijven aangespannen. Soms moet je even wat langer oefenen om deze goed van elkaar af te kunnen scheiden. Maar oefening baart kunst, hè, dat weten we allemaal. Dus blijf vooral oefenen. Het is ook echt niet erg als je denkt van, hé, ik ben alleen mijn buik aan het aanspannen. Als de intentie er is en je probeert echt wat dieper te gaan werken, is dat prima. Laatste twee maal. Nog weer 8 tot 10 tellen. En daarna mag je één voor één je benen neerleggen. Ontspannen. Zo, we buigen weer de knieën. We plaatsen de voeten bij elkaar. De handen, handpalmen bij elkaar, mag je vanuit hier met je handen aan, richting de binnenkant van de enkels. Inademen, uitademen, strek je benen en armen door. En weg van elkaar af. Zo'n 45 graden diagonaal omhoog strekken is veilig voor je rug. Je kan altijd je hoofd neerleggen als je dat prettiger vindt voor je nek. Maar zoals ik al altijd al zei in de les, is het altijd wel goed om een paar keer wel je hoofd mee te nemen. Zodat ook de nekspieren een beetje aangesproken worden. Hè? Laatste twee. Ontspan. Hoofd heen en weer bewegen. Je kan eventueel de nekstretch doen als je wilt. Kin in je keel. En dan duw je met je achterhoofd tegen de mat. Weer loslaten, hoofd heen en weer bewegen. We herhalen de oefening. Stuk of 8 of 10 proberen weer. Als je het redt met je ademhaling, dan kun je ook proberen uit te ademen hier, in te ademen tussendoor en uit te ademen daar. Ja, kijk. Bij het buigen mag je een beetje je billen optillen. Dus meer squeeze in de buik. En daarna weer loslaten. Eventueel weer de nek stretch. Oké. Zo, benen mag je buigen, buikspieren aanspannen, optillen. Vanuit hier zijn armen wijd geplaatst naast de schouders. Handpalmen omhoog, buikspieren aanspannen. Benen komen richting de rechterzijde. Dan mag je vanuit hier, als je wilt, je benen strekken, uitblazen, inademen, terug, uitademen, terug naar het midden. De knieën zijn ongeveer boven de heupen. Als je je benen strekt, zorg ervoor dat je die benen bij je houdt. Dus niet gaat hangen in je rug. Ga dan ook niet te ver, de schouders moeten op de grond blijven.
Inademen opzij. Uitademen, strekken. Inademen, buigen. Uitademen, terug naar het midden. Wordt dat te veel, het strekken, doe je gewoon alleen buigen. Heen en weer. Eventjes vasthouden. Nou, weer terug. En je weet het, hè. Als je rugklachten hebt en je redt het ook niet met deze, kun je altijd je voeten op de grond plaatsen. Dicht bij elkaar. De benen gaan naar de zijkant. Je trekt je buik goed naar binnen. En je gaat vanuit de buikspieren de benen terugtrekken. Naar het midden bij de uitademing. Ja, dus dit is een optie voor echt als je met je rug zit en als je die andere twee niet redt. Je kan hier altijd je armen optillen om het dit een beetje te verzwaren. Dan ga je meer uit je core werken. Geldt ook bij die andere, hè. Zoals je wilt. Dat je core iets harder werkt, kun je altijd je armen dus optillen. Dan is namelijk de compensatie van je armen weg. Vaak compenseren we, dat voel je meteen, als je de oefening aanpast op deze manier. Ja, ga door. Nog twee. En als je de twee hebt gehad, ontspan je. En dan kom je lekker omhoog. We gaan richting de plank. We beginnen licht en we gaan steeds meer verzwaren. Ja, dus je kan altijd blijven hangen op de eerste, tweede of de derde niveau. En dan kun je steeds uitbouwen. Ja? Goed. We gaan beginnen in de plank. De ellebogen plaatsen we onder de schouders. Zo, de buikspieren trekken we naar binnen. De voeten zijn naast elkaar. Houd de stabiliteit in je bek. Maak je rug lang. Zo, je wil jezelf doorstrekken. Dus we gaan niet hangen in de schouders. Trek je buik naar binnen. De rug is altijd iets in de lichte holling of vlak. Het is niet bol en we houden ook niet, of we hangen ook niet in de rug. Ja, dus probeer hem echt die buik naar binnen te duwen. Knijp hem zacht in je billen. Nog vier tellen. 3, 2, 1. Ontspan. Heup omhaag en borst open. Cobra. Of de Sphinx. Is ook prima. Schouders laag. Zo, we ademen uit en we trekken heel hard in de buikspieren. En deze trekken we richting de rug omhoog. Dus adem in, adem uit, plank. Hou vast. Adem in, adem uit, hou vast. Adem in, adem uit, hou vast. Nog een keer adem in, adem uit en laat los. Heupen richting de mat. Borst open, holing in je rug. Kijk naar voren. Schouders laag. Niet hangen in je schouders. Je hoeft verder niks aan te spannen. Goed, voeten in de mat. We gaan proberen iets zwaarder. Lukt dat niet, blijf je op je knieën. Adem diep in. Adem uit, trek die buik richting het plafond en til je hele lichaam mee omhoog. Hou vast. Een paar keer door. Ademen hier. Adem in. Adem uit. Heup omlaag. En weer borst open. Schouders laag.
En nog een keertje, voeten in de mat. Dus ook weer op de knieën blijven, op het hele lichaam mee omhoog. Adem uit, kom omhoog. Hou vast. Nog twee inademingen. En leg maar neer. Strek je armen door naar voren. Ontspan. Oké, kom weer op je ellebogen. Zo. We gaan weer verzwaren. Kijk even hoe dat gaat en of dat gaat. Of dat niet gaat, moet je even kijken, ja? Dus, ellebogen weer onder je schouders. We ademen in, we ademen uit. We komen weer omhoog in de positie die wij willen. We ademen in, we ademen uit, rechterhand. We ademen in, we ademen uit, linkerhand. Volledige hoge plank. Hou vast. Deze kan dus ook op, met de knieën omlaag. Zorg ervoor dat je alleen niet een tafel creëert, maar dat je echt het lichaam verlengt en dan dat je het gewicht in je armen plaatst. Vanuit hier, knieën omlaag. Ontspan, kom omlaag. Laat los. We gaan deze herhalen. We gaan deze keer links eerst en dan rechts. Ja? Dus we hebben net de rechterhand en linkerhand gedaan. Nu gaan we linkerhand en rechterhand doen. Goed, kom weer omhoog. Ellebogen onder je schouders. Adem uit en kom omhoog. Hoog of lage plank. Kijk wat lukt. Als je wil. Adem in, kom omhoog, linkerhand. Adem uit, rechterhand. Hoge plank, hou vast. Rustig loslaten. Ontspan child's pose. Goed, kom maar zitten. Laatste oefening. Zo, als het lukt, mag je gaan stabiliseren. Je kan je benen vastpakken als je wil. Lukt dit niet, voeten op de grond. Ja? Hou vast. Lengte in de rug. Borst op, schouders laag. Kracht in je onderbuik. Goed, met uitblazen duwen we de hielen weg van ons af. Adem uit. Adem in, kom weer terug. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Dit kun je dus ook vanuit hier doen met één been. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Nog twee. In. Laatste. In. Ontspan. Kom omhoog. Knieën naar buiten. Verleng je rug. Opnieuw weer stabiliseren. Hou vast. Flexen. Adem uit. Duw weg. Adem in. Kom terug. Adem uit. Duw weg. Adem in. Kom terug. Krachtig wegduwen. Buik naar binnen. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Pak de optie als het nodig is. Laatste. En ontspan. Kom lekker liggen. Zo, we plaatsen de rechterknie richting de borst. Linkerbeen strekken we weg.
Trek hem even naar je toe. Duw je linkerknie richting de mat. Rustig loslaten, wissel van been. En rustig loslaten. Ontspan heupen omhoog. Leg maar rustig neer. Voetzolen tegen elkaar. We laten de knieën naar buiten vallen. Ontspan. Adem diep door richting je buik. Helemaal omlaag. Je kan hier altijd wapperen, als dat prettiger voelt, of wiebelen van rechts naar links. En bij deze komen de knieën weer naast elkaar. Je mag je benen volledig doorstrekken, lekker opzij laten vallen. Ontspan volledig. Armen wijd, handen buiten de mat. Handpalmen omhoog gericht. Voel de zwaarte van je lichaam. Voel dat het lichaam ontspant bij elke uitademing. We worden steeds zwaarder en zwaarder. Sluit je ogen. Laat je voeten naar buiten vallen. Ontspan je enkels. Je knieën. Het hele bekkengebied. Ontspannen alle rugspiertjes, de schouders, de schouderbladen. Maak ze lekker zacht. En verzware de armen en de vingers zijn losjes van elkaar. De keel is zacht en nek is ontspannen. Zorg ervoor dat je nek wat langer is. Dat je je kaken goed kan ontspannen. En het gezicht is zacht. En vanaf hier mag je alles weer helemaal loslaten. Alles wat er is gebeurd of wat er nog mag gebeuren. Mag je allemaal achter je laten. En even genieten van dit rustmomentje. In nu en hier op de mat. We ademen rustig door.
vanuit hier mag je weer dieper en ruimer doorademen. We maken het lichaam weer wakker, beetje bij beetje. We beginnen bij de tenen en de vingers. Het gezicht. Met het hoofd van rechts naar links bewegen. We buigen langzaam de benen. En vanuit daar mag je op je eigen tempo lekker komen zitten. Hou nog even je rust voor de rest van de dag. En vanuit hier ademen we nog een keertje diep in. En adem uit. Ontspan je schouders. En adem door. Zo, nou, ik heb jullie niet gezien, maar ik denk dat jullie het heel goed hebben gedaan. Hoop ik ook. En dat jullie hier iets aan hebben. Ja, fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!